Morgen. Meneer Stichter, goeiedag. Zijn ze er? Ik ga even kijken voor u. Helaas, ik heb ze nog niet ontvangen. Werkelijk niet? Nee, dat gaat nog... En nu is het dinsdag. Dat gaat nog een dagje duren. Ze loopt achter hem aan en tikt hem vlug op de schouder. Wilt u ons even fotograferen? De man aarzelt, dan stemt hij toe. Kom maar mee. Pas nu ziet Jan dat Abby ook haar fototoestel bij zich heeft. En dan heeft hij totaal geen zin in. Hij heeft dat eeuwige gefotografeerd. Maar goed. Daar gaan ze dan, Abby met de fotograaf voorop. Hoeveel voorbijgangers heeft ze het al niet gevraagd? Ach, wilt u ons even fotograferen? Meestal stemmen ze toe. Zonder dat je later nog weet hoe de maker van de foto's eruit ziet. Hoogstens herken je nog zijn schaduwen. Een schaduw kan je nog wel overhevelen naar een gezicht soms. Werkt u ook met een rolletje, zegt de fotograaf. Jan hoort het net, die loopt er wat achter. Het is scherper, zegt Abby. En ze geeft hem haar camera. En mooier, zegt de man. Jan kijkt om naar het gebergte. Waarom doe je dit nou, fluistert hij naar Abby. En niemand gelooft het anders. En wat gelooft niemand dan? Dat we hier samen zijn geweest. Is het een foto die komt hier vandaan, dat ben ik. Maar zo'n foto waar iemand anders hem neemt, zodat hij er zelf niet op kan staan. Je kan er niet op staan met z'n tweeën, want iemand zal hem toch moeten nemen. Ja. En nou heb ik een boek geschreven over... Doet u het wel eens? Bent u wel eens met iemand in de stad dat u op een foto wil staan en vraagt aan een ander, wilt u me even fotograferen? Ja, ja. Hoe gaat dat? Hoe doet u dat? De meeste camera's hebben dan wel een afstand, een tijdsontspanner. Zet je camera even. Dan ren je weer naar je stoel en dan heb je een foto die wordt dan... Nou, toch zie ik het nog heel vaak gebeuren. Je hoopt, zo gaat het bij mij, je hoopt een beeld te pakken te krijgen waar mensen denken, ja, dat zoals, wilt u ons even fotograferen? In die zin zit het nog helemaal, bijna had het boek ook zo geheten, maar die zin was een beetje lang. Ach, wilt u ons even fotograferen? En het lijkt zo'n simpele zin en daar is iets, dan denk je, dat... Daar moet iets fantastisch achter schuil gaan. Een verhaal wat nog niet is verteld. En zo ga je dan aan de slag. Je moet recht in de camera kijken, lippen op elkaar. Niet lachen mag meer, hè? Nee. Moeten we het voor... net doen of het allemaal ernstig is? Ja, ja, ja. Nou goed. Ik hoorde van mijn dochter, dat stond in een boek van mijn dochter Bianca, dat hier in de oorlog kwamen de Duitsers met rolletjes en meteen een kopie maakten voor het... verzet. Heeft u wel eens iets gehoord over de oorlog? Ja, ik heb ook het verhaal gehoord. Dat, iets anders? Wat ik had gehoord was dat er gratis filmrollen verstrekt werden aan de mensen die in het verzet zaten en foto's maakten. En dat die rollen gratis ontwikkeld werden. Het was best ingrijpend dat het allemaal hier gebeurde. Er moet wel in zo'n beginpunt iets onmogelijk zitten. Van, wat zal dat nou een vredesnaam opleveren? Ik ben niet een iemand die het steeds over zijn privéleven heeft. Toch maken dingen die je meemaakt steeds deel uit van een verhaal, maar dat zit er dan als een poeder ingestrooid. U staat er geweldig op. Weet u nog de eerste foto die u heeft gemaakt? De eerste foto die ik had gemaakt was een dame die had net... Op Curaçao? Op Curaçao, die had net een duikdiploma gehaald samen met een kleine zusje. En toen vroegen ze mij bij de eerste duik om een foto te maken van hun. Dat was de allereerste foto die ik ooit in mijn leven had gemaakt. Dus ze vroegen aan u om een foto te maken? Om een foto eigenlijk te zoals maken ik van... het in mijn boek doe nu. Ja. Ja, dat was mijn eerste foto. Want ze wouden er ook met z'n tweeën op. Ja. Zeker weten. Schrijven is ook een beetje zien waar je kansen liggen. Voelen dat hier zit iets in. Je kan je natuurlijk wel eens vergissen, maar meestal bedrieg ik mezelf niet. Zeker met poëzie kan je eigenlijk alle kanten op die je wil. Ik heb ook fotografie gebruikt. En tekeningen. Ik herinner me een gedicht, een wat langer gedicht. Dat gaat over een insect die op een bepaald artikel in een weekblad kruipt. Dus dan heb ik de letters genoteerd zoals die insect kroop over die tekst, alsof het een soort andere manier van lezen was. Dus je kan er eigenlijk heel veel kanten mee op. Kijk eens, wat een plaatje, hè? Nou, niet dat me nou echt iets heel prettigs is overkomen, maar wat ernstig, hè? Ik wil ook graag dat elke klant lachend en vrolijk erop staat, maar alleen druist in tegen de regels.
Oh god, wat een goed apparaat. Heeft dat een naam, dat apparaat? Encadreur? Nee? Een pasfotoknipper. Oh, zou ik het willen? Een pasfotoknipper.